Bartje. Ja, 17e. Oh, ik ga even op ziekenbezoek. Ja, bij Peter Houtman. Jongen, wat is er gemankeerd hier? Ja, hartinfarct gehad. Je meent het? Ja. Jezus, dit is de groeten van me. Ja, ik zal Peter de groeten van je doen. Welke kant op? Ben je er al? We horen hem al, hè? We zien hem nog niet, maar we horen hem al wel. Kijk, dus het gaat goed met hem. Dat kan niet anders. Waar ben je nou? Ja, hier is Waar is hij? Waar is hij? Ik heb hem nog steeds. Hij gaat welke kant op. Kijk, daar staat hij. Zijn we nou, Peter? Hij loopt. Nou. Ja. Ja, vraag 1 is heel simpel. Hoe is het met je? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, Harry, ik voel me eigenlijk best wel prima. Maar ja, je hebt toch een klapje gehad natuurlijk. Ja. Een hartinfarct, ja, daar heb ik nooit aan durven denken. Nee. Maar bleek zo. Ik dacht dat ik eigenlijk last van mijn maag had, want ik ben een maagpatiënt, weet je wel. En ik denk, nou, dat drukt ook nog wel eens vaker tegen de borst. Dus ik dacht dat ik daar weer last van had. Maar ja, op een gegeven moment, ik was bij mijn zoon. Ik had net een hapje gegeten. Ik ga nog even naar mijn auto. Was het vrijdagavond. En ik krijg maar ineens een last van die borst. Maar veel erger dan ik het daarvoor had gehad. En zweten. Dus mijn zoon wilde al gelijk bellen. Pa, dat gaat niet goed. Ik zei, nou, trek misschien wel weg. Ja. Maar het is maar goed dat hij het wel heeft gedaan. Want toen zat ik ineens in de ambulance. Heb ik die ook een keer van binnen gezien. Maar dan zit je even niet te wachten. Gelijk spul onder je tong, weet je wel. En richting Maastad ziekenhuis, vlakbij het stadion. Ja. En nou, heel de nacht onderzoeken. Toen bleek dat het dus een hartinfarct was. Dus ja, yeah, nee. Dan ben je ineens een hartpatiënt. En dan heb je ineens medicijnen in. Ik ben al helemaal niet voor pillen. Maar ja, goed, je ontkomt er niet aan. En het helpt natuurlijk ook. Dus daar zitten we nou. Daar zit ik dan als een hartpatiënt ineens. Ontzettend veel reacties uit het land, uit het hele land. Ja, vertel even en, over de reacties. Hoeveel, ja, wat hebben we overal vandaan en ook wat hele leuke, ja, hele lieve beterschapswensen. Ja, oh. Ik heb bloemen vanuit heel Nederland. Nou, bedankt al die mensen. Ja, nee, absoluut hartstikke bedankt. Het kwam overal vandaan. Ja, supporters uit Groningen. Ja? Zelfs van onze conculega's in Noord-Holland. Waar? Alle leuke reacties. Ja, heb ik ook verschillende. Uit 020 ook? Ook uit 020. Oh, leuke reacties. Oh, sympathiek. En ook spontaan bedoeld. Ik bedoel, dat waardeer ik wel, moet ik zeggen. Oh, luister, kijk wat ik voor jou heb meegenomen. Oh, dat vind ik hartstikke. Ik ben de piephoera. Zo? Ja. Zo? Ja, want ja, we leven nog. Nou, dat is dus inderdaad. Ja, je leeft nog. Voor hetzelfde geld leg je ineens een loodje. Ja, ben je tot ziens. Ja, nee, dat is ook zo. Dus we gaan drinken op het leven, man. Ja, je weet. Dat je er nog bent. Ik drink niet, je doet maar nog lekker mee. Bij gelegenheid. Hij drinkt niet. Nee. Dan krijgen we die weer. Houtman drinkt niet. Wat is het? Hoezo drinkt niet? Alleen bij hoge uitzondering. Alleen bij hoge uitzondering. Dit is een uitzondering. Rustig aan. Ja, even kijken. Daar gaat hij, hoor. Daar komt hij, hoor. Je weet het, ik mag me niet inspannen. Nee. Oh, de hartpatiënt mag zich niet inspannen, maar kijk hem nu. Twee vingers, Harry, twee duimen. Zal ik die camera vasthouden? Ga jij die camera vasthouden? Tegen. Ja, daar komt hij, hè? Yes. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar komt hij. 1, 2. Hop. Yes. Wow. Hey Peter, op het leven, jongen. Ja, op het en leven, dat je nog bent, op je gezondheid. Dankjewel. En nog heel veel jaren gewoon. Ja, dankjewel. Geen gelul. Kom op. De mensen ook proost. En ik hoop zo snel mogelijk weer terug te zijn in die Kuip. Want ik mis het wel, hoor. Ja.